Ze worden vermoord, ontvoerd, bedreigd en verdreven uit hun huizen. Te midden van de burgeroorlog in Syrië worden christenen aangevallen door militante moslims. Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie Joël Voordewind maakt zich zorgen over deze Syrische christenen. Hij vreest dat als het geweld door blijft gaan, er straks geen christen meer in Syrië woont. Voordewind reisde af naar Syrië op zoek naar de christelijke bevolking en hun verhaal. Verslaggever Johan Eikelboom was erbij. Nadat hij een telefoontje heeft gehad. Weer bij een tweede grensovergang. Dit is de tweede die we nu proberen om over te steken. Wordt wel gebeld nu. Het is toch niet helemaal ongevaarlijk volgens mij. Commandant. Ik heb bij mijn rug kom. Ik heb bij Otlina goed. Medina Anishad goed. Medina Abotad goed. بس فرمان حافظ اخوك هو كوي بس ريا كله بس ليت نمشيك متياق انه ميدانه جبهة النصرة والكل every body go against them als die doorgaat dan vlucht elke christen uit Syrië. Ik ga op reis met Joël Voordewind, Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie. Hij maakt zich ernstig zorgen over de situatie van de christenen in Syrië. We reizen door de grensstreek tussen Turkije en Syrië om de verhalen te horen van de christelijke vluchtelingen. Ja, we rijden door Zuidoost-Turkije. Je wil zelfs ook nog Syrië ingaan. Ja. Wat is nu eigenlijk het doel van je reis? Het doel van de reis is om de positie van de Syrische vluchtelingen zowel aan de Turkse kant als in Syrië zelf te onderzoeken. En met name ook in te zoomen op de positie van de christenen, want die zijn dubbel zo kwetsbaar, met name in Syrië. We horen van bedreigingen, van kidnappingen, van het vermoorden van priesters. Dus dat moet enorm dramatisch zijn. Inmiddels zijn al een 500.000 christenen Syrië ontvlucht. Ze vluchten naar familie en kennissen in verschillende landen. We zoeken een aantal van hen op. Ze zijn opgevangen door Syrische kloosters in Turkije. We zijn vertrokken omdat we bang waren voor de toekomst van mijn kinderen. Zegt ze, als de religieuze moslims daar de macht zouden hebben, dan hebben de christelijke meisjes geen toekomst daar. De religieuze mannen met baarden ontvoeren de meisjes. Ze hebben geen toekomst, zegt hij. Ze leggen een kalasjnikov tegen je hoofd. En je moet ze worden gedwongen in de bus om zich te bekeren tot de islam. En ze doen? Gaat als ze het niet zeggen, worden ze doodgeschoten. Tijdens de bijeenkomst met de christenen ontmoeten we de familie Malki. Ze nodigen me uit om bij hen langs te komen. De moeder met haar drie zonen hebben eerst een tijdje in het klooster in het stadje Midiyat gewoond. En sinds kort hebben ze van de kerk een huisje gekregen. Saoud Malki was lerares Arabisch. En de oudste zoon Safar studeerde theologie. Gabriel en Jacob zaten op het gymnasium. En ze hadden volgens eigen zeggen een heerlijk leven met hun vader en man, Astifo Malki. Dierenarts, taxichauffeur en overtuigd christen. Sleep op is hier, had zo'n grote kruis in zijn auto. Maar is ze hebben hem gestopt. Stappen twee mannen in en hebben hem doodgeschoten. Only because he's a Christian. Was niet dat ik het op zich wil doen? Nee, dat is mijn best. الو اخوك هو كوي بس ريا كله بس ليت نمشيك متياق انه ميدانه بس لاحظ لانه اخو ابو ادمه لقمي شحل في ميدانه Het gezin Malki heeft altijd in alle rust en vrede